en brengt vanochtend in kaart wat de wildgroei aan kinderboeken en series over nare zaken in het leven, over ziektes, over aandoeningen en misstanden doet met het geluksgevoel van kinderen. Zitten ze te wachten op sommermakende informatie of is het juist zinvol? Hoog tijd om verslaggever Marcel Dekker het woord te geven. Met wat kinderen om je heen, gok ik zomaar. Ja, de afgelopen dagen flink kunnen oefenen met de kinderen, volgens mij. Precies. Groep 6, 7 en 8, leerlingen van de Arnhemse Montessori-school. Die over het onderwerp van vanochtend natuurlijk een absolute mening hebben. Dames en heren, toch of niet? Ja! Ja. Het gaat over die enorme hoeveelheid informatie op televisie, internet en in de kinderboeken. Over die zaken, over die ellende eigenlijk, over die ziektes, over die aandoeningen, over die misverstanden. Vindt iemand in deze klas dat eigenlijk een ongelooflijk interessant onderwerp? Ellende, ziektes, verschrikkingen. Ik loop even naar deze jongen toe. Ja, ik vind het wel interessant omdat je vooral ook sommige mensen hebben dus een ziekte. En ja, de meeste mensen zijn gewoon gewoon en zij weten niet hoe dat is. Dus dan is het wel heel erg handig en leuk ook om te lezen. Maar ook te kijken naar dat soort dingen. Want je leert daar ook zelf heel veel van. Ik ben nog vergeten te introduceren Taco Rietman, de kindercorrespondent. Die zo goed is met kinderen dat ik hem nu ook even het woord laat gaan. Nou, die kinderen die willen er wel aan, hè, die boeken. Ja, zeker. Nou ja, we hebben hier. Wie zou dit soort boeken wel willen lezen in de klas? Ja, en dan gaan toch eigenlijk bijna alle vingers omhoog. Want dit zijn onderwerpen waar de journalisten ook op Radio 1 toch vooral met deskundigen over praten. Maar ik vind, jongens, laten we het vooral aan die kinderen zelf vragen. Ja, nou, zullen we het eens aan ze vragen? Wat voor boeken het bijvoorbeeld zijn die ze lezen? Kan iemand daar zijn voorbeeld van geven? Boeken over ellende, misstanden, aandoeningen. Vertel eens, wat heb jij voor het laatst gelezen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld het boek Afblijven. Ja, waar gaat het over? Dat iemand... eigenlijk moet ik het uitleggen. Ik vergeet. Weet iemand dat, kent iemand dat boek Afblijven? Even een korte beschrijving. Niemand? Oh, daar in deze hoek. Taco, volg me, hè. Voor de deskundigheid en de goede vragen. Wat gaat het over dat boek? Het gaat over een meisje en die zit op breakdance, volgens mij. En dan, is er een jongen en die heeft ecstasy bij zich. En die geeft dat aan het meisje, zodat ze beter gaat dansen en dat soort dingen. En dan raakt ze er een beetje verslaafd aan en zo. Ja, het gaat over drugs dus, met andere woorden. Ja, je hoort het al. Wij als volwassenen onderschatten kinderen heel vaak. Ja. Want ze kunnen veel meer aan wat wij eigenlijk bedenken. Vinden jullie eigenlijk dat soort onderwerpen, heftige onderwerpen over drugs en over ziektes en zo, zijn dat onderwerpen voor jullie? Of moeten we jullie daar eigenlijk een beetje voor beschermen? Wie kan daar wat over vertellen? Hier, we gaan eventjes... Dat ligt een beetje aan het kind zelf. Want sommige kinderen die kunnen er tegen. Maar sommige kinderen dat vinden het niet zo fijn om daar naartoe te luisteren. Nee. En dat kan je dan voor jezelf bepalen. Ja. Okay, wie wil nog meer wat zeggen? Ik ken namelijk wel even een jongetje, Taco. Deze hier in de hoek. Goedemorgen. Die vindt het soms wel eens heel erg spannend. Hè? Als er iets spannends in de klas wordt besproken over ziektes, dan wil jij nog wel eens even op de gang gaan, toch? Of niet? Ja. Hoe komt dat? Waarom dan eigenlijk? Omdat, ik weet het niet, maar als ik iets ergs hoor, maar ik weet niet waarom, dan krijg ik het gevoel dat ik moet spugen, maar dat is nooit, maar het voelt wel, maar het zo, daarom ga ik altijd naar de gang dan, want dan ga ik dan even uitrusten en dan als het afgelopen is hier in de klas, wat er ook gepraat of ze hebben weekjournaal of ja, iets, dan ga ik weer terug naar de klas en dan ga verder werken of verder iets kijken. Ja, vind dat vervelende onderwerp, je leest er waarschijnlijk dan ook niks over, of wel? Nee, niet echt. Nee. Zie je ziet, hè, kinderen kunnen het heel goed zelf aangeven wat ze wel en wat ze niet, niet aan kunnen. Wie wil er nog iets over zeggen? Hierachter zie ik een vinger. Je moet gewoon zelf bepalen wat je leuk vindt en niet. Je moet niet je ouders laten kiezen wat je wel en niet mag kijken. Desnoods roep je tegen je ouders, ik wil dit boek lezen. En dan geloof ze je, dan mag het hopelijk. Macht aan de kinderen. Ja, nou ja, zoiets. Hebben we nog tips? Want er zit er hier Radio 1, hè, daar luisteren heel veel politici en zo naar. En belangrijke mensen. Hebben we nog tips voor ouders en zo? Hier, we gaan even naar deze vinger. Soms is het ook met die bij televisie en zo, bij films vooral. En dat ze dan zo voor 16 jaar of 12. En soms zijn er dan hele
films die dan niet zo erg zijn. En dan, maar dat ze dan wel dat van 16 jaar hebben. En soms vind ik dat een beetje... Nou, dat je het wel gewoon kan kijken en bij games dat het wel mag, maar dat het dan niet te erg moet worden. Nee, precies. Moet niet te heftig worden. Je moet er niet van wakker liggen. Hè? Want liggen mensen wel eens wakker van dat soort onderwerpen? Laatste vraag, jongens. Even een heel kort antwoordje nog van iemand. Lig je er wel eens wakker van? Soms, als het echt best wel spannend is. Alleen, ik snap wel dat ouders het soms niet goed vinden, want soms begrijp je het ook niet. Conclusie, Taco, tenslotte. Want we zitten alweer door de tijd heen. Oh jee, nou dan zal ik het heel kort houden. Ik luister vooral naar de kinderen zelf. Nou, gelukkig hoef ik het niet samen te vatten. Maar dat lijkt me een mooie conclusie van deze ochtend, Guylaine. Ja, absoluut. En bij het volgende kinderonderwerp kunnen we Taco gewoon inschakelen. Dan heb jij een dagje vrij. Dat lijkt me een goed idee.